We hebben een paar klappen meegemaakt, maar ja, het is eigenlijk wachten op een hele grote, laat ik het zo zeggen. In Zeeland vielen in 2021 11 doden in het verkeer. Dit jaar staat de teller al op 17. Hoog tijd om gevaarlijke situaties in kaart te brengen. Wie kan dat beter doen dan de mensen die er wonen of werken? Zoals Willem den Herder in Seroskerke. Hij maakt zich grote zorgen over de situatie vlakbij zijn werkplek. De situatie is 20 jaar geleden ontwikkeld. Is er een plan gemaakt om hier een bedrijventerrein te ontwikkelen van kleine 5 hectare. Het probleem wat daarbij is, en dat is eigenlijk vanaf het begin, dat er maar één toegangsweg is. En die toegangsweg die ziet u hier achter mij. Dat is de Hondegemsweg met de Zompen. En het probleem wat daar is ontstaan is dat de Hondegemsweg is in de loop der jaren zoveel drukker geworden. Tweede is dat daar veel te hard gereden wordt. Met name uit de richting Grijpskerke geldt een snelheidsverbod van 80 kilometer. Nou, heel vaak rijdt men 100, omdat het gewoon een uitnodigende weg is, rechte weg. Ander probleem is dat er fietsers, voetgangers zijn die hier over moeten steken naar andere voorzieningen hier op de Zompen. En die worden af en toe de vouw uit de broek gereden als ze hier proberen om over te steken. De situatie is op dit moment dermate onveilig dat er zoveel ongelukken en bijna ongelukken gebeuren, dat het wachten is totdat er echt slachtoffers vallen. En dat willen we natuurlijk met elkaar voorkomen. Willem is niet de enige die de situatie gevaarlijk vindt. Ja, levensgevaarlijk. Dat is al heel lang zo. Dat speelt ook al heel lang zo. Maar het gaat gewoon heel vaak net goed. Met toeteren, mensen die naar de milieustraat gaan, die normaal nooit met een wagentje rijden. En nu denken, we kunnen er nog even voor. Ja, je mag hier maar 60, maar ja, dat rijdt bijna niemand. Dus we hebben een paar klappen meegemaakt. Maar ja, Het is eigenlijk wachten op een hele grote, laat ik het zo zeggen. Een aantal jaren geleden heeft Willem de gevaarlijke situatie alles aangekaart. Wat daaruit is gekomen is dat er, wat ze dan noemen, het laaghangend fruit is er gescoord. Het groen is teruggehaald, waardoor de voetgangers en fietsers wat beter konden zien hoe kan ik oversteken. En er zouden snelheidscontroles gehouden gaan worden door de politie. Nou hebben ze die wel heel geheim uitgevoerd, denk ik, want ik heb ze nooit gezien. Daarom heeft Willem waterschap Scheldestromen, dat de weg beheert, gevraagd om langs te komen. Goedemorgen. Het gaat om dit kruispunt. Ja. Kijk, dit is geen officiële stoep, maar hier moet je wel oversteken en dan schuin naar de overkant. Dus okay. We gaan dat eens even proberen. Oh, gaan we ook? Ja. Het is een erg drukke weg, die redelijk smal is, maar die door de jaren heen steeds drukker geworden is. En als waterschap hebben we budget om een weg te onderhouden in de staat waar die nu zich bevindt. Maar eigenlijk is dat onvoldoende om dat hier in te zetten. Er moet meer gebeuren. Ja. Kijk, er komt nog een fietser aan, hè? Achter. Het gaat goed. Ja. Eerst zal door de verkeerskundigen bekeken moeten worden, zowel waterschap, provincie als de gemeente Veren. Wat we met z'n allen willen. En dan vervolgens moet er natuurlijk gekeken worden of er financiële middelen voor vrijgemaakt kunnen worden. En wat de beste oplossing is. In ieder geval moet de snelheid teruggebracht worden hier rondom die kruising. En op de kruising zelf moet het duidelijk zijn voor voetgangers, fietsers, hoe moet ik hier oversteken en hoe kan ik hier veilig oversteken. Ja, dit is hier linkje. De mensen van het waterschap zien ook dat het kruispunt echt gevaarlijk is. Ja, op korte termijn kunnen we hier wel wat aan doen. We zien dat toch voor fietsers en voetgangers het oversteken wat problematisch is. Daar zouden we kunnen kijken of je in de berm opvangfietspaadjes of opvangstrookjes kan maken dat ze op de juiste locaties kunnen oversteken. Maar we zien ook dat de snelheid regelmatig best wel hoog is van het verkeer. En dan kunnen wij een snelheidsdisplay
plaatsen om mensen toch weer te attenderen van hey, rij eens wat rustiger. Voor de middellange termijn zou je kunnen denken aan wat snelheidsremmers, echt een plateau of een drempel. Maar echt richting de toekomst toe, dus over een 10 of 20 jaar, moeten we echt deze weg helemaal opwaarderen. Maar daar kijken we dan ook samen met de provincie Zeeland en gemeente Veren naar. Dat we deze weg, maar ook de wegen door Grijpskerken en de Lotholseweg en de wegen door Aartekerken richting Domburg. Dat we dat in als geheel oppakken en ja, dus eigenlijk een niveautje hoger tillen. Daar is voor nodig dat we in ieder geval voldoende financiële middelen hebben om dat uit te voeren. Dat is eigenlijk één. Maar je hebt ook grond nodig. Hè? Je moet medewerking hebben natuurlijk van gemeente, van provincie. Want ik denk dat uiteindelijk deze weg ook niet meer door het waterschap in de toekomst beheerd zal worden. Maar dat die wordt overgenomen door de provincie. Dus je moet daar ook weer de medewerking van hebben. Dus het is best een totaalpakket wat ja, misschien toch wel over 20 jaar pas gerealiseerd kan worden. Het probleem is dus niet zomaar opgelost. Maar het waterschap heeft al wel de eerste stap gezet en een snelheidsmeter neergezet. Ik ben er blij mee, ja. Waar ik het meest blij mee ben is dat het waterschap zo adequaat reageert. Op langere termijn, dat weet ik ook, dat duurt gewoon jaren voordat zoiets van de grond komt. Maar ik heb er alle hoop op dat we ooit tot een veilige kruising komen.